Krishna iedereen. Welkom bij een lezing uit het Srimad Bhagavatam. Nou, dit hoofdstuk gaat over de straf en beloning van Kali. En het hoofdstuk is 17, kanto 1. Alvorens we verder gaan, even kijken, gaan we wat versen reciteren als invocatie voor spirituele gedachten, spirituele energie in ons hoofd. En dat we even het materiële even buiten de deur laten. Als jullie dat gezamenlijk willen zeggen, is dat ook heel fijn. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayat. En de vertaling zien jullie wel, alvorens dit Srimad Bhagavatam dat het middel bij uitstek is tot overwinning te reciteren, dient men eerbiedige eerbetuigingen te brengen aan de persoonlijkheid Gods, Narayan. Aan Narayan Rishi, de allerhoogste mens. Aan moeder Saraswati, de godin van de geleerdheid. En aan Srila Vyasadeva, de auteur. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlokya bhaktir bhavati naishtiki. Door het regelmatig bijwonen van lessen over het Bhagavatam en door het bewijzen van diensten aan de zuivere toegewijden, wordt alles wat het hart bezighoudt bijna geheel vernietigd. En liefdevolle dienst aan de persoonlijkheid Gods, die geprezen wordt met bovenzinnelijke liederen, wordt gevestigd als een onherroepelijk feit. Nou, wat gaan we behandelen in dit vers? Hè? We zijn aan de oever van de Saraswati-rivier. Er is een persoonlijkheid genaamd Kali. Er is een mishandeling gaande van een koe. Er is een mishandeling gaande van een stier. Koning Parikshit is ook een van de hoofdspelers. Hij is een van de nazaten van de Pandavas. En het centrale thema is onder andere gerechtigheid. Vers 1. Sutta Goswami zei, ter plekke aangenomen merkte Maharaj Parikshit dat een shudra van de laagste kaste als koning gekleed met een knots op een koe en een stier stond in te beuken, alsof ze geen eigenaar hadden. En hier zie je, in het Engels staat hier eigenlijk alsof ze geen protector hadden, hè? Geen owner hadden, geen eigenaar hadden. En Prabhupada noemt het in de purport, in de vertaling, geen beschermer. In het Sanskriet, hè, dat is het woord hier. In de Sanskriet, als je ziet, de derde regel staat Hanyamanam Anathavat. En dat is het kernwoord hier, Anathavat. En als je die ontleedt, hè, A is niet, Nathe is beschermer of patroon. Hè. En Anathe is iemand die zonder beschermer is. Hè. En in het Hindoestaans, in het Hindi, zeggen we ook wel Anath is iemand die een weeskind is. Hè. Dus hier worden de koe en de stier gezien als zonder beschermer. Prabhupada noemt dat toegewijden zijn met een beschermer en ze worden dus daarom Sanaat genoemd. He, dus toegewijden die ook al zijn ze zelf een weeskind, he, zijn altijd met een beschermer. En wie is de beschermer? Natuurlijk is dat, voor ons is dat Krishna. Maar een eigenaar zijn of een patroon zijn wil ook zeggen dat er een verantwoordelijkheid over de zorg en de veiligheid en welzijn van degene die, waar je de zorg over hebt. Dus dat is het belangrijkste hier. Eigenaar wil niet zo zeggen dat je eigen wil opgeeft, dat je een bezit bent van iemand. Nee, eigenaar wil zeggen dat je beschermd bent, dat er voor je zorg en voor je veiligheid en voor je welzijn een persoon is die daar zorg over draagt, die daar de verantwoordelijkheid voor neemt. En hoe meer wij ons overgeven, hoe meer wij ons sanaat voelen met Krishna, hoe meer Krishna dus de ruimte krijgt om die verantwoordelijkheid van hem tentoon te stellen.
Vers 2. De stier was blank als een witte lotus. Hij was in alle staten van angst, omdat de Shudra hem zo sloeg. Hij was zo bang dat hij, sidderend en waterend, slechts op één poot stond. Dus hier gaat het voornamelijk om term Shudra. En wat is dat Shudra? Shudra is iemand die de religieuze beginselen, de kennis, maar ook de basisbeschaving niet meer centraal stelt. En de Shudra, er zijn genoeg Shudra-leiders, de zogenaamde hedendaagse leiders, die boezemen angst in bij onderdanen om hun te leiden. Ja, en die angst is niet alleen bij de mens, maar ook bij de dieren en de planten. De hele aarde op dit moment, zegt Prabhupada, dat wij geleid worden door Shudra-leiders. Die hebben de basisbeginselen van beschaving, die hebben geen kennis, die hebben deze fundamenten niet, maar ze proclameren zich leiders. He, en dan zie je dat niet alleen de mens in angst leeft, maar ook de dieren en de planten. En vandaar dat je dus angstige dieren hebt, angstige planten en zowel. En mensen natuurlijk ook. En niet alleen de mensen die moeten werken, maar ook de mensen die regeren, die leven in continue angst. Vandaar dat er regels worden ontworpen, wetten worden ontworpen uit angst voor bijvoorbeeld vreemdelingen. Hè? Dus de basisuitgangsprincipe van de wetgeving op dit moment is angst. Is niet vertrouwen. En angst is inderdaad het tegenpool van vertrouwen. Hè? Ja, en je ziet ook dat er diverse soorten ismes ontstaan. Hè? Noem maar op. En die ismes die zijn eigenlijk allemaal verwrongen filosofieën die onze samenleving eigenlijk misvormt. Onze gedachtepatronen misvormt, onze geloofssystemen, onze vertrouwenssystemen misvormt. Hoewel de koe heilrijk is, omdat men religieuze beginselen bij haar kan betrekken, was ze nu verarmd en zonder kalf. Ze werd door een shudra op haar benen geslagen. De tranen stonden haar in de ogen en ze was zwak en vol smart. Ze hunkerde naar wat gras in het veld. We hebben het net gehad over die angsten, hè? Die zorgen die dan ontstaan. Want we zijn in continue zorgen, we zijn in continue angsten. En door religieuze beginselen, en dat wordt dharma genoemd, kunnen we onszelf herinneren aan onze hogere natuur. En in de hogere natuur worden we geleid door vertrouwen. En vertrouwen staat ver van angst. Als wij ons laten leiden door angst, dan zakken we af naar de lagere natuur. Dus je ziet ook dat in het tijdperk, en Prabhupada legt het uit in zijn betekenisverklaring, dat in het tijdperk van Kali wordt de hogere natuur van de mens ontkend. En zelfs zo dat de regeerders, scholen en dergelijke geen ruimte geven om die hogere natuur verder te ontwikkelen. Dus de samenleving zoals het nu is ontstaan, is erbij gebaat om ons in die lagere natuur te houden. Want dan alleen kan het regime van de leiders, van de Shudra-leiders, effectief zijn. En het regime van de Shudra-leiders, zoals ik eerder zei, is gebaseerd op angst. Dus als we die angst verlaten, als we die angst opzij schuiven en dus vertrouwen krijgen, dan zie je dat er eigenlijk een chaos ontstaat in de samenleving. Want de chaos komt vooral door vrijdenkers die zeggen van nee, we hoeven niet te leven in angst. We hoeven niet dit soort lage leiders te dienen. Het is niet oké om corrupt te zijn of om mensen te doden uit naam van noem maar op welke, om olie, om wat voor redenen dan ook. He, bijvoorbeeld een van de landen die bekend staat om mensen de dood in te jagen is bijvoorbeeld Amerika geweest in de tijden van
dat Prabhupada daar predikte. He, oorlog is een belangrijk middel voor de economie om die te laten bloeien. En dat soort regimes zijn eigenlijk heel erg in de lagere natuur. En het geeft ook ruimte aan allerlei soorten religieën die mensen ontwikkelen in de naam van vrijheid. He, om zogenaamde vrijheid toe te kennen. We hebben het over, in het Westen hebben we de vrijheid. Maar als we nagaan, hoeveel vrijheid is er dan wel? Het is een schijnvrijheid. De term wordt te los gebruikt. En de term is eigenlijk een beetje uitgehold. Echte vrijheid. Als je kijkt naar Nederland, ook hier in België, daar is een overmatige regularisatie voor alles en nog wat. Je beweegt maar even zo en er staan allerlei belastingdruk op je. Dus die vrijheid, wat houdt dat in? Mensen weten niet meer wat die vrijheid betekent. Uitgerust met pijl en boog en op een met goud beslagen wagen gezeten, sprak Maharaja Parikshit de Shudra toe met diepe stem, die klonk als de donder. Ook hier, hè, en, kijk, dit is een koning, hè, Maharaj Parikshit. En als we onrecht zien, dan nodigt dat uit tot actie bij rechtschapen mensen. En Maharaj Parikshit was zo'n rechtschapen mens. Hè. Maar als we onrecht zien, dan kunnen we ook zeggen van, ik bemoei me er niet mee, want ik wil geen problemen. Hè? Dat is ook een veelgekende houding. Maar neutraliteit wil niet zeggen dat je daarvan gevrijwaard bent. Je geeft eigenlijk subtiel meer ruimte aan boosdoeners om door te gaan met hun wandaden. Dus ze krijgen eigenlijk de ruimte om door te gaan. Dus hun onrecht wordt eigenlijk gesanctioneerd. Dus neutraliteit is geen neutraliteit. De enige activiteit die je kan doen tegen onrecht is opstaan tegen onrecht. En je kan dat doen naar gelang je eigen vertrouwen in jezelf en ook in alles wat je meemaakt in relatie tot die wandaad. Maar neutraliteit is eigenlijk geen optie voor mensen die rechtschapen zijn. En we willen allemaal tot die groep behoren. Hè? We willen allemaal een rechtschapen mens genoemd worden. Maar goed, daar hoort ook een bepaalde gedrag bij. En Bhagavatam nodigt uit, hè, door deze verhalen, laat Bhagavatam ons nadenken van, ja, ik vind mezelf een rechtschapen mens. Maar onrecht die ik tegenkom, in welke mate neem ik er afstand van, ben ik neutraal en in welke mate geef ik eigenlijk een stem voor de slachtoffers. Dus we kunnen niet in de samenleving, we hebben geboorte genomen, we kunnen niet langs de zijlijn blijven staan. We zijn midden in het veld en of we het nou willen of niet, als je, recent was er een heleboel, er was voetbalseizoen, om het even zo te zeggen. En je kan geen speler zijn en dan gewoon niets doen. Dat kan niet. Hè? Dus we hebben geen optie. En uit die opties, uit de keuzes die we maken, gaan we ons spiritueel ontwikkelen. Dus het is niet zozeer dat het een plicht is, maar het is een optie voor groei. Welke keuze we ook maken, het gaat een groei geven. En de groei die jij wilt, als je daarvoor gaat, dan zal je automatisch geïnspireerd worden om een bepaalde handeling te doen. Je gaat ook de kracht krijgen om die handeling te doen. Oh, wie ben je? Je ziet er sterk uit en toch waag je het om binnen mijn beschermingsgebied weerlozen te doden. Door je kleding doe je je voor als een goddelijke koning. Maar door je daden ga je dwars tegen de principes van der tweemaal geboren kshatriya's in. Tweemaal geborenen, dat is een term die vaak gehanteerd wordt in de teksten van Srila Prabhupada. En het is een hele belangrijke. We worden geboren, hè, als we het licht zien. Hè, eerst, dat wordt geboorte genoemd. Eerste geboorte is het licht van de wereld dat het kind ziet als de moeder geboorte geeft.
En de tweede geboorte is het licht die we zien. En dat is dan het licht als zijnde kennis, hè, en de wijsheid die we krijgen via de geestelijke leraar of door de geschriften. Hè. Dus dat zijn de tweemaal geborenen. En beide geboorten zijn nodig. Dus op dit moment zijn jullie eigenlijk ook tweemaal geborenen. He, jullie hebben al het licht gezien die via jullie moeder is gegaan. Maar jullie zijn ook bezig op dit pad om de geestelijke, de spirituele licht te zien. En wat houdt licht in? He, stel je bent in een donkere kamer. Er zijn mensen in de donkere kamer en je doet iets, maar je ziet de effecten daarvan niet van. He. Je ziet niet dat als je met je handen zwaait dat je iemand pijn doet. Misschien hoor je een geluid, maar je weet niet wat het is, hoe of wat. En als de kamer verlicht is, dan zie je de mensen om je heen. Zelfs een klein sprankje licht heeft de kracht om een volledig duister al te verlichten. Dus als je in de kamer bent en je ziet de mensen om je heen, dan ga je automatisch rekening houden met wat je aan het doen bent. En dat is de bedoeling van verlichting. Hou rekening met wat je aan het doen bent. Word bewuster. Word weer mindful of wat je doet. He? Word weer bewust van jouw plaats in het geheel. Word weer bewust van anderen hun gevoelens die je kan kwetsen. En misschien wil je die kwetsen, maar word er bewust van dat daar ook een resultaat aan gekoppeld is. Dus dat hoort eigenlijk bij tweemaal geborenen. Het is niet alleen geboorte nemen en doen wat je wil, maar geboorte nemen en beseffen wat je rol is in de samenleving. En daar dus een toegevoegde waarde aan geven. Tekst 6. Jij schurk, durf je een onschuldige koe te mishandelen omdat de heer Krishna en Arjuna, de drager van Hoogkandiva, uit het gezicht verdwenen zijn? Aangezien je deze onschuldigen op een verborgen plek staat af te ranselen, bevind ik je schuldig en verdien je de dood. Ja, dus hier gaat het ook vooral om de onrecht die gedaan wordt in een afgezonderde plaats. Hè. En wij denken vaak, niemand heeft het gezien, dus... Hè. en heel veel misdadigers die komen eigenlijk ook... ontkomen aan het recht doordat ze niet gepakt worden. Maar uiteindelijk zijn er een heleboel getuigen. En het is belangrijk om deze getuigen te kennen. Hè? Zeker de moeder aarde is getuige van jouw handelingen. Elke dag wat je ook doet, elke seconde wat je ook doet, moeder aarde is getuige van jouw handelingen. Het vuur is, en niet alleen het vuur van vuur, hè, ergens in een houtstapel, maar ook het vuur in ons lichaam. Hè? We hebben 5 vuren, ook het vuur in ons lichaam en het vuur in het lichaam van degene waar, zeg maar, slachtoffer. Lucht, hè? Lucht is overal. Lucht is getuige. De ruimte, de ether, hè? Is getuige. Het hart is getuige. Yamraj, hè? Yama is de god van de dood die heeft een secretaris, Chitragupta, en die noteert elke seconde van ons wat we aan het doen zijn. En maakt een balans op die we dus op het einde gepresenteerd zullen krijgen. De nacht, de dag, de zon, de maan, de superziel die in ons hart zit. Hij weet precies wat je aan het doen bent. De 2 schemeringen, de ochtend en de avondschemering. Dharma, oftewel rechtvaardigheid, jouw gevoel voor rechtvaardigheid, jouw aard om rechtvaardig te zijn. De 4 windrichtingen, de tijd en mensen natuurlijk. Dus dit zijn allemaal getuigen van onze handelingen. Tekst 7. Toen vroeg hij Maharaj Parikshit, de stier, oh, wie bent u? Bent u een stier, blank als de witte lotus, of bent u een halfgod? U bent 3 benen kwijt en beweegt u nu nog maar op 1. Bent u een halfgod die ons in stierengedaante verdriet komt berokkenen? Hier zie je dus een verbazing op het gezicht of in de woorden van Maharaj Parikshit. Hè? Hij verbaast zich over 4 dingen. De goede wil daar. Hij verbaast zich over de slachtoffers. Er is geen logica waarom een koe of stier zodanig mishandeld zouden worden. Want die worden beschouwd als de meest
zachtaardige dieren. Ze zijn geen roofdieren, ze doen niemand kwaad, ze doen hun ding. De koe zelfs voedt iedereen, hè, met haar melk. Dus er was geen logica waarom de koe en de stier zo een behandeling zouden ervaren. De intensiteit van de aanval en de passieve houding, hè, er was geen terugvechten. En het was zodanige mishandeling, dus dat was zo verbazingwekkend voor Maharaj Parikshit. Maar ook de schoonheid van de koe en de stier, hoe mooi ze waren eigenlijk. Hè? Dat wordt al een paar keer genoemd, zo wit als de lotus en zo. Dus dat was ook verbazingwekkend, dat er zulke mooie wezens daar waren. Dat vond Maharaj Parikshit eigenlijk een scène die hij niet zo goed begreep. Tekst 8. Voor het eerst overkomt het me in dit koninkrijk, dat door de wapens van de vorsten der Kuru-dynastie goed beschermd wordt, dat ik u met tranen in de ogen zie treuren. Tot op heden heeft niemand ter wereld wegens nalatigheid des konings tranen moeten vergieten. En hier wordt dus de ongelijkwaardigheid benadrukt. Hè? Je ziet, Prabhupada benoemt het in zijn purport, dat mensen en dieren natuurlijk gelijkwaardig zijn. Waarom? Omdat we allemaal hier geboorte hebben genomen. We zijn allemaal kinderen van dezelfde moeder. En dat is moeder aarde. Onze huid, onze botten, ons bloed, noem maar op, zijn gemaakt uit de vijf elementen van moeder natuur. En dat is ook bij planten zo. Dat is ook bij dieren zo. Dus als moeder, waarom zou het ene kind beter zijn dan de andere of meer recht hebben dan de andere? Dus hier is deze gelijkwaardigheid heel belangrijk. En het is ook goed om te beseffen, want we zeggen dat heel vaak, hè? Het zijn allemaal kinderen van moeder aarde, maar in onze handelingen zien we toch verschil. En dit is een belangrijk hoofdstuk om daar dus oplettend op te zijn, bewust van te worden. Maar we zijn natuurlijk ook, hè, spiritueel. En spiritueel zijn we kinderen van dezelfde Heer. Dus niet alleen mensen, maar ook alles wat geschapen is. Hè. Alles is geschapen door dezelfde Heer. Dus ook daar, waarom zou er onderscheid gemaakt worden? En natuurlijk, het is juist zo dat als je de sterke bent in een bepaalde familie of in een zeg maar, je hebt je broer en zussen en een van ze is sterker, dan is het niet zo dat die de ander gaat afranselen. Dan is het juist zo, het is beschaafder dat die dus de zwakkere gaat beschermen. En zo is het eigenlijk over de gehele linie, als we onszelf plaatsen in de positie van broeders en zusters, dan zie je dat je eigenlijk een beschaafd mens bent pas als je dus accepteert dat jij een rol hebt om de anderen te beschermen. Ja, en natuurlijk koning Parikshit was heel erg teleurgesteld en gechoqueerd ook dat zijn onderdanen, en in dit geval dus de koe en de stier, tijdens zijn bewind in zo'n nare positie waren. Tekst 9. O zoon van Surabhi, sta ik nu het treuren. Het is nergens voor nodig om voor deze lage Shudra angst te hebben. En, moeder koe, zolang ik als heerser en onderwerper van alle afgunstigen in leven ben, hebt u geen reden tot huilen. Alles zal goed met u aflopen. Hier is het besef van de ongelijkwaardigheid dat groter wordt. En hier noemt de koning ook de koe bij naam, hè, Surabhi, de zoon van Surabhi. Ja, en Surabhi is een van de namen die Krishna ook hanteert. Het is een van de dierbaarste koeien van Krishna. Maar je ziet ook in het vers die we dagelijks reciteren. Namo brahmanye devaya go brahmane hitaya jagatitaya krishnaya govindaya namo namaha. Als we die reciteren om ons eten te offeren. Dan zie je dat eerst in de vertaling de koeien komen en daarna de brahmanes. Dan de menselijke samenleving. Dus zo belangrijk is de rol van de koe. Een quizje voor jullie. Laten we zien. Dit zijn de vragen. Bij welke rivier speelt dit hoofdstuk af? Wie was de vader van Maharaj Parikshit?
En wat is het Sanskriet woord voor iemand die geen beschermer heeft? En noem minstens 3 getuigen van onze handelingen. En ik geef jullie daar 2 minuten voor, niet te lang. Ah, dat gaat goed. Wow, jullie hebben goed geluisterd. Goed zo. Stoppen. Bij welke rivier speelt het hoofdstuk zich af? De Saraswati-rivier, daar hadden jullie toch wel een goed antwoord gegeven. Wie was de vader van Maharaj Parikshit? Dat is Abhimanyu, hè? Hij is de zoon van Arjuna. Zijn moeder heette Uttara, jullie hebben gelezen in het vorige hoofdstuk. Hè? En wat is het Sanskriet woord voor iemand die geen beschermer heeft? Anaatse, dat hadden jullie ook goed beantwoord. En ook dit hadden jullie grotendeels goed gedaan. Nou, er wordt toch nog geluisterd naar wat ik te zeggen heb. We gaan een beetje sneller door. 10 tot 13. O Kuisen, de koning verliest zijn goede naam, lange levensduur en goede wedergeboorte, wanneer onverlaten allerlei levende wezens in zijn rijk in angst en beven laten verkeren. Het is beslist de eerste taak van de vorst om de smart der lijdenden te lenigen. Daarom moet ik deze allerellendigste mens doden, omdat hij gewelddaden gaat jegens de andere levende wezens. Tekst 12. Hij, Maharaj Parikshit, richtte zich dringend met de volgende vraag tot de stier. O zoon van Surabhi, wie heeft uw 3 benen afgehouden? In het land van vorsten die de wetten gehoorzamen van de allerhoogste persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, is er niemand die zo ongelukkig is als u. Tekst 13. O stier, u bent onschuldig en door en door eerlijk. Daarom wens ik u alle goeds. Zeg me alstublieft wie u deze verminking heeft toegebracht, die de goede naam van de zoons van Pritha te schande maken. Hier, waarom is goede naam belangrijk? Het is heel belangrijk voor leiders om hun gezag, om hun regime te kunnen uitvoeren. En daarom is het voor leiders heel belangrijk dat de goede naam in stand wordt gehouden. Maar tegelijk wordt ook de levensduur in stand gehouden door goed gedrag, zeg maar. Hè? Want elke slechte daad laat je vervallen in de negatieve energie. En de negatieve energie slokt je levensenergie op. Daardoor vermindert je levensduur. Nou, er zijn zoveel boeken hoe we ons moeten gedragen. Hè? Natuurlijk een hele belangrijke in het hindoeïsme is de Manu Samhita. Het wetboek van de mensheid wordt het wel genoemd. En het is een heel bijzonder boek. Als je een keer de kans hebt, raad ik het je aan om het te lezen, maar het is super, is hard, keihard. Maar ik vind daardoor de Bhagavad Gita een veel beter geschikte boek, waardoor Krishna eigenlijk, hij is niet zo zwart-wit, hij is genadig daarin, in de Bhagavad Gita. En als je dus de Bhagavad Gita aanhoudt als zijnde jouw eigen bron voor inspiratie om je beschaving op te krikken, dan ben je zeker in goede handen bij de Bhagavad Gita. Hè? Ook je ziet in het Srimad Bhagavatam dat deze wetten van de Bhagavad Gita en het Manu Samhita terugkomen in de voorbeelden die in het Srimad Bhagavatam terug zullen komen. Een van de belangrijkste opmerkingen was dat in het Ramayana werd verteld, hè, dat Sri Ram, hij was een voorbeeldige koning, maar ook dus de Pandavas, dat in hun koninkrijk niemand ontevreden was. Nou, dat kunnen we niet zeggen in de hedendaagse samenleving natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat bijna niemand
of iedereen ontevreden is, hè? Nou ja, en hier ook, hè, ik noemde het al eerder, koeien zijn zachtmoedige dieren, ze geven helende urine, dat is al aangetoond door de medische wetenschap, dat hun urine medicinale krachten heeft. Ook hun ontlasting, hè, wordt gebruikt voor zoveel, ook onder andere voor verwarming, maar ook voor vruchtbaar maken van land en natuurlijk voedzame melk. Tekst 14. Ieder die onschuldige wezens leed toebrengt, dient me waar ook ter wereld te vrezen. Door onverlaten te onderwerpen is men de onschuldigen vanzelf tot heil. Ja. Ja, en we hebben daar iets eerder ook over gesproken, hè? Als je dus opstaat tegen onrecht, dan sta je automatisch aan de kant van het recht. En aan de kant van het recht, dat is de kant van Dharma, dat is de kant van Vishnu. En Vishnu gaat altijd samen met zijn gemalin Lakshmi. En Lakshmi is het symbool van goed fortuin, geluk. Dus als je aan de kant van Vishnu bent, dan komt automatisch goed fortuin, geluk in je leven. En natuurlijk, als wij onszelf vredig voelen, dan hebben we ook meer harmonie met de omgeving. Tekst 15. Een ellendeling die kwaad doet door onschuldigen te kwellen, zal terstond door mij worden geveld, ook al is hij een met decoraties en wapenrusting getooide hemelbewoner. Ja, want Kali had een koninklijk gewaad aan, hij had een koninklijk uiterlijk aangenomen, maar koning Pariksit die bekeek dat. En hij zei van kijk, nee, dit is een verkeerde handeling, of je nou van een koninklijk afkomst bent of wat dan ook. Ongeacht je afkomst, positie en geboorte moet straf toegediend worden als er onrecht gedaan wordt. Tekst 16. Het is de hoogste plicht van de regerende vorst, degenen die de wet eerbiedigen volkomen te beschermen, en degenen die in gewone tijden nodeloos van de bepalingen van de schrift van afdwalen te kastijden. Ja, en dharma, Prabhupada gaat hierin op dharma, eigenlijk de plicht, de natuurlijke plicht. Het is niet zozeer de plicht als zijnde een naar ding, maar wel vanuit je natuur. De dharma van water bijvoorbeeld is dat het stroomt. Ja, als water niet stroomt, dan is het ijs. Maar dat is weer een ander element. Dus dat is de dharma van ijs, dat het niet stroomt, dat het koud is. Dus de dharma, onze natuurlijke karakter, onze natuurlijke plicht is dat wij rechtvaardig zijn. Dat wij mededogen hebben, noem maar op. Dus er zijn een aantal plichten, en daar komen we straks op, hè, wat onze natuurlijke plichten zijn. En vandaar dat ik dat streepje heb gezet tussen natuur en natuurlijke. Want als we zeggen natuurlijke plicht, dan lijkt het alsof het ja, natuurlijk is. Maar we staan niet bij stil dat daar een woord natuur in staat, wat onze natuur is, onze aard, onze menselijke aard is om bepaalde handelingen te doen. Dan noemt Prabhupada ook apadharma. Apadharma is weten wat de hoogste plicht is. Swadharma is iemand die standvastig is in het uitvoeren van zijn plichten. En dat zijn vaak de toegewijden, die laten zich niet zeg maar verstoren in de uitvoeren van hun plichten. Die worden vaak swadharma, die horen vaak tot swadharma. En adharma, dat is dus in dit geval Kali, hij weet wat zijn plichten zijn, maar handelt bewust tegen zijn plichten in. Handelt bewust tegen zijn natuurlijke aard in, en dat is adharma. Tekst 17. De religie in eigen persoon sprak, deze woorden, zojuist door u geuit, passen een lid van de Pandava-dynastie wonderen wel. Door de toewijding die de Pandava's hem betoonden, voor hem ingenomen, trad de persoonlijkheid Gods, Heer Krishna, zelfs als hun dienaar en boodschapper op. Ja, hier wil ik het even hebben over die symboliek. En ik wilde dit eruit halen als zijnde een moment om even stil te staan bij de stier als symbool van dharma. En er wordt ook vaak in het Westen gekscherend gedaan over
Indiërs die de koeien aanbidden of stieren aanbidden en dat soort dingen. Maar het is een heel belangrijk symbool. Hè? Je hebt in elke cultuur heb je symbolen. En symbolen zijn dragers van communicatie. Hè? Ze geven een bepaalde boodschap door. Hè? De stier in dit geval gaf een boodschap. Welke boodschap? Dat je mededogen moet hebben, dat je onrecht doet aan zachtaardige dieren enzovoort. Daar komen we straks op terug. Maar de symbool, hè, in elke cultuur zijn er symbolieken. Als je symbolieken gaat verloochenen, dat zie je ook met de moderne samenleving, bijvoorbeeld moderne hindoes, die pretenderen dan dat ze niet meer de stier belangrijk vinden of de koe belangrijk vinden. Maar niet alleen hedendaagse hindoes. Ook kinderen soms die verwerpen ook wat in de cultuur belangrijk was als symboliek. Ook de westerse cultuur heeft symbolieken. Maar als dus door de moderne samenleving de symboliek eigenlijk achterwege gesteld wordt, dan krijg je een verarming van communicatie. Een verarming van communicatie leidt tot verarming van sociale interactie. Hè? De waarde van de sociale interactie wordt minder. Je krijgt dus een verarming van de cultuur, een verarming van de emotionele intelligentie en dat leidt weer tot een verarming van de spirituele intelligentie. Dus zo belangrijk is het om symbolen eigenlijk goed te begrijpen, het juiste plaats en context te blijven geven. 18. O grootste onder de mensen, het is zeer moeilijk na te gaan welke onverlaat precies ons dit leed berokkend heeft. Want we zijn in de war door alle uiteenlopende opvattingen van de theoretische filosofen. Wat is het oorzaak van lijden in dit geval? Het is natuurlijk Kali, maar Kali was geen directe oorzaak, was een symptoom van de ware oorzaak. En wat was de ware oorzaak? De ware oorzaak was de neiging om alles los te zien van Krishna. En dat begon direct na zijn vertrek. He, dus als wij dingen loszien van de oorzaak der oorzaken, Sarva Karana Karanam wordt hij genoemd in het Brahma Samhita, in hoofdstuk 5 vers 1. Als we alles loszien van de oorzaak der oorzaken, dan gaan we in het lijden terechtkomen. Dan zien we de heil niet meer. 19. Sommige van deze filosofen, die alle vormen van dualiteit afwijzen, verklaren dat het eigen ik voor het persoonlijke geluk en verdriet verantwoordelijk is. Anderen beweren dat bovennatuurlijke krachten hiervoor verantwoordelijk zijn, terwijl weer anderen activiteit als oorzaak noemen. En de grofmaterialisten stellen dat de natuur de grondoorzaak is. Dit zijn de speculaties in wat is de oorzaak. Hè? En Prabhupada noemt het dan in de betekenisverklaring. Er zijn speculaties die zeggen, filosofen die zeggen, we zijn zelf oorzaak van geluk en ellende. Anderen zeggen, er zijn bovenaardse krachten, hè, de sterren, de maan enzovoort, die zijn verantwoordelijk voor onze ellende. De anderen zeggen weer, je karma is verantwoordelijk, hè? Ja, het is je karma wat te doen. De anderen zeggen weer, nee, het is de materiële natuur, de gunas, hè? De hoedanigheid, hartstocht, passie en goedheid. Maar als wij er goed bij stilstaan, dan is er maar één oorzaak der oorzaken en dat is Sri Krishna. Tekst 20. Er zijn ook denkers die menen dat de oorzaak der ellende niet via beredenering kan worden vastgesteld, nog via de verbeelding, nog in woorden is uit te drukken. O wijze onder de vorsten, oordeel zelf door uw eigen verstand dienaangaande te gebruiken. Ja, en in de, dus hier, dit zijn de drie redenen, hè, die materiële filosofen die aangeven dat niemand de oorzaak kan vinden in geluk en ellende. Niemand kan weten door het zich in te beelden. Niemand de oorzaak kan vinden door het uit te drukken in woorden. Dat is als wij dingen dus loszien, want de oorzaak is wel degelijk te vinden. En in de betekenisverklaring gaat Prabhupada ook in op die analogie van de twee vogels. Hè? Krishna is de allerhoogste kenner, hij zit
jullie zullen de analogie wel eerder hebben gehoord. Hè? Op een tak zitten die twee vogels. De ene vogel die eet van het vrucht en de andere kijkt toe. En dat is dan de superziel die toestaat wat de andere vogel wil, wat de ziel wil. En eigenlijk is hij daarom de oorzaak der oorzaak, want hij staat het toe. Iedereen is betrokken ook in de dienst van de Allerhoogste, of je nou geconditioneerd bent of bevrijd bent, je bent altijd betrokken in de dienst van de Allerhoogste. Weliswaar, als je geconditioneerd bent, hè, als je dingen ziet zonder Krishna erbij te betrekken, dan werk je onder druk van de materiële natuur. Je ervaart tijdelijk geluk en ook tijdelijk ellende. Maar ben je een bevrijde ziel, dan word je geholpen door de spirituele natuur en dan ervaar je altijd geluk, blijvend geluk. Dus dat is het voordeel om dingen in verhouding te zien met Krishna. 21. Sutta Goswami sprak: O beste onder de Brahmanas, toen keizer Parikshit de religie in eigen persoon zo hoorde spreken, voelde hij zich volkomen voldaan en gaf zonder dralen feilloos antwoord. Hier hebben we dus in de vorige versen, 17 tot 20, hebben we de wijsheden van de stier. En die wijsheden van de stier die geven aan dat hij niet zomaar een stier is, maar dat er een goddelijk element is aan zijn verschijning. En waarom? Ook omdat hij niet vervalt in vingerwijzingen. De stier weet heel goed dat Kali maar een instrument is van Krishna. Dus hij vervalt niet in vingerwijzingen van kijk, die heeft het gedaan, nou ja. Koeien. De stieren hebben geen vinger, maar ik bedoel maar, hè, dus die, dat idee. Die heeft het gedaan en het is mijn karma of wat dan ook. Nee, hij weet wie de oorzaak der oorzaken is en hij accepteert het. Maar in dat geval moest wel koning Parikshit handelen. Dus koning Parikshit kan ook niet zeggen van, nou ja, God, het is Krishna, is de oorzaak der oorzaken, wat kan ik doen? Maar op dat moment is het ook van belang dat de koning moet handelen op basis van zijn dharma. Hij kan niet zeggen van, nou ja, het is Krishna, die heeft het gedaan. Ik wacht het af of ik laat het gaan. Nee, Krishna zet met deze scène aan tot het uitvoeren van zijn dharma. En in dit geval moet hij zijn dharma doen als kshatriya. We gaan weer naar een quiz. Wat is het belang van symbolen? Je mag het een beetje omschrijven in je eigen woorden. In welk boek is het vers dat beschrijft dat Krishna de oorzaak der oorzaken is? En naar wie worden er verwezen met de analogie van de twee vogels in de boom? En we gaan weer. Wat is het belang van symbolen, communicatiemiddel? In welk boek is het vers dat beschrijft dat Krishna de oorzaak der oorzaken is? Het Brahma Samhita vers 1 van hoofdstuk 5. En naar wie wordt er verwezen met de analogie van de twee vogels in de boom? Dat is de superziel en de ziel. Goed gedaan. Heel mooi. 22. De koning zei, o gij in stierengedaante. U kent de waarheid der religie en spreekt volgens het beginsel dat het lot dat iemand treft de onreligieuze daden bedrijft,
ook degene treft die de dader aanbrengt. U bent niemand anders dan de religie in eigen persoon. En dat was belangrijk dat die conclusie kwam, want daar kon dus Maharaj Parikshit zien dat de stier en de koe een verheven karakter hadden. Ze klaagden niet. Ze klaagden niet, ze dragen. Niet klagen, maar dragen, is de gezegde. Hè? En je ziet het ook, een voorbeeld noemt Prabhupada, haalt hij Jezus Christus aan. Hè? Hij klaagde niet, hij vroeg zelfs om vergiffenis voor de daders. En hij accepteerde zijn lot als expressie van de liefde van zijn vader. 23. Zo luidt de slotsom dat zeren energieën onvoorstelbaar zijn. Niemand kan ze peilen, hetzij langs speculatieve weg, hetzij door woordkunstigheid. En ook dat hebben we overeen hè, met andere religieën, dat Gods wegen dus ja, ondoorgrondbaar zijn. En het is een universele kennis, dus we moeten niet proberen alles te beredeneren en te bekijken van goh, hoe zijn we hier terechtgekomen. Laten we vooruitkijken en zeggen van nou, ik accepteer dat hierin de liefde van God is. En als wij die houding aannemen, dan zie je dat er heel andere wegen ons, voor ons openen. Maar als we steeds achteruit blijven kijken, dan ja, het is net als een schip hè, die vooruit gaat in de zee. Dan kijkt hij niet de hele tijd om, de kapitein kijkt niet de hele tijd om naar achteren en kijkt naar de golven die zijn ontstaan. Nee, die golven die zijn ontstaan en zal op een gegeven moment uitdijen, of tenminste afzwakken. Maar de bedoeling is dat hij steeds naar voren gaat. Dus als je weet dat je steeds naar voren moet gaan, dan heb je geen oponthoud, dan heb je een gunstiger een welvaart, een goede vaart, zeg maar. En ook een belangrijke vraag die hierin terecht kwam, hè, is waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Hè? We vinden onszelf toch goede mensen, ieder mens vindt zichzelf goed. En toch zijn we gechoqueerd als slechte dingen ons overkomen. Hè? Door de besmetting van de materiële natuur en de invloeden van Kali is een krachtige duw om dingen los te zien van Krishna en te zien in relatie tot de vals ego. Dus daarom bestempelen we dingen als slecht. Maar het zijn geen slechte dingen, het zijn ook geen goede mensen. We zijn mensen, we hebben hier ervaringen. En elke ervaring, als we die plaatsen in relatie tot Krishna, dan is dat een belangrijke ervaring om ons vooruit te brengen. Hè? Dus Krishna, het ligt aan Krishna's oordeel wat we meemaken, wat we op dat moment nodig hebben om die volgende stap te maken. Hè? En hij, enige wat hij wil is dat, onze liefde, want hij geeft ons die onvoorwaardelijke liefde. En hij weet dat we op zoek zijn naar die liefde. Hij weet dat we die liefde volledig willen ervaren. We willen allemaal onvoorwaardelijk lief gevonden worden, geliefd worden. Hoe is dat woord? Nou ja, anyway. Dus we zijn op zoek naar die liefde. En Krishna geeft ons dus alle mogelijke onwenselijke wegen om ons tot dat punt te laten komen. 24. In het tijdperk Satya, van waarheidslievendheid, werden uw vier benen geschraagd door de beginselen van soberheid, reinheid, mededogen en waarheidslievendheid. Maar nu blijken als gevolg van de overal heersende goddeloosheid in de vorm van trots, wellust en de zucht om zich te bedwelmen, drie van uw benen gebroken te zijn. Dit zijn de vier poten van dharma, die de vier poten van de stier, hè? De stier staat hier voor dharma. En de vier poten zijn waarheid, lievendheid, reinheid, mededogen en verzaking. Drie waren al vernietigd. De goddeloosheid, door goddeloosheid, lust en intoxicaties. En je ziet ook dat die drie zijn vernietigd. En we zeggen vaak ja door Maya, maar Maya is een dienaar van Krishna. Wij kunnen haar niet overwinnen. Waarom? Omdat zij een agent is van Krishna. Zij is een dienaar van Krishna. En de enige manier om haar te overwinnen is door te accepteren dat zij een dienaar is van Krishna. En wij ook een dienaar zijn van Krishna. Dan komen we op hetzelfde niveau
als mij. Dan komen aan de kant van mij en niet tegen mij. 25. U staat nog maar op één been, uw waarheidlievendheid, en werkt u zo goed en kwaad als het gaat vooruit. Maar de twist in eigen persoon, Kali, die van bedrog gedijt, tracht ook dat ene been te vernietigen. Ja, dus Kali floreert, hè, bij bedrog en leugenachtigheid. Hè. Dharma is geen religie. Dharma is het totaal van de menselijke beschaving die in stand wordt gehouden door deze vier attitudes, door deze vier gedragingen, door deze vier natuurlijke gedragingen. En die vier natuurlijke gedragingen hebben we in vorige slide gezien. Je hebt ook in de betekenisverklaring, noemt Prabhupada aan, dat in Kali Yuga ontevredenheid heerst. In Satya Yuga heerst tevredenheid, onvoorstelbaar. Voor de meeste van ons. Maar het is nou eenmaal zo dat iedereen in Satya Yuga was tevreden. En tussen Kali Yuga en Satya Yuga heb je de Dwapar en de Treta Yuga. En geleidelijk aan is die dus vervallen. Dus de tevredenheid van Satya Yuga is geleidelijk aan vervallen naar ontevredenheid. En je ziet ook in de betekenisverklaring, zegt Prabhupada, dat trots vernietigt verzaking, lust vernietigt reinheid, intoxicatie vernietigt mededogen en leugen of bedrog vernietigt waarheidlievendheid. 26. De last der wereld was door toedoen van de persoonlijkheid Gods en ook anderen beslist verminderd. Toen hij als avatar vertegenwoordigd was, vond dankzij zijn heilrijke voetafdrukken alle goeds plaats. Ja. Ja, dus Krishna's aanwezigheid alleen al waren genoeg om de aarde een verlossing te geven, een opluchting te geven, een verkoeling te geven van al die ellende. 27. Ongelukkigerwijs verlaten door de persoonlijkheid Gods, jammert de kuise thans met tranen in de ogen om haar toekomst, want ze wordt nu geregeerd en genoten door mensen van laag niveau die zich als bestuurders voordoen. Bestuurders zijn regeerders, hè, managers zijn automatisch in het gemoed van Kshatriyas. En wat betekent Kshatri? En Kshatri is paraplu of parasol. En dat is eigenlijk een bescherming tegen de invloeden van zon en regen. Dus een Kshatriya is in de eerste instantie een beschermer. En niet iemand die thuis is in de gevechtkunst, maar een beschermer is in de eerste instantie. En op basis van die natuur van beschermer zal hij bepaalde kwaliteiten moeten aannemen om die taak goed uit te kunnen voeren. Maar zonder dus waardige beschermers is zowel de aarde, hè, de moeder aarde en haar kinderen zijn in een deplorabele toestand. Prabhupada zegt, neem de kennis van de Bhagavatam tot je en je kan je er tegen beschermen. 28. Zo bracht Maharaj Parikshit, die eigenhandig met 1000 vijanden kon afrekenen, de religie en de aarde tot bedaren. Vervolgens greep hij zijn scherpe zwaard om de oorzaak van alle goddeloosheid, Kali in eigen persoon, te doden. Hier noemt Prabhupada ook aan dat we actie moeten ondernemen. We kunnen niet zonder actie. Ja, als het regent, moeten we niet denken, oh, het regent, wat te doen. Hè? We lopen maar, we gaan door. Nee, we nemen actie. We beschermen ons tegen de regen. Maar ook als het in dit tijdperk regent, dat oneerlijkheden, onjuistheden, onrechtmatigheden. En we moeten onszelf beschermen daartegen door toevlucht te nemen tot degene die ons waarlijk kan beschermen. En in dit geval is dat dus Krishna. Ja, en wat wij als toegewijden doen, wij hanteren daarom dus die vier regulerende principes. En die hangen samen met die vier poten van dharma. Hè? De vier poten van dharma waren liefdevol, verzaking, mededogen en reinheid. En je ziet dat de toegewijden daarom niet doen aan kansspelen of gokken, geen intoxicaties nemen, een vegetarisch dieet aanhouden en geen overspel plegen, dus geen seks buiten het huwelijk hebben. 29. Toen Kali in eigen persoon begreep dat de koning van zin was hem te doden, wierp hij terstond zijn koningskleed af en gaf zich
door vrees gedrongen, het hoofd voor hem neerbuigend, geheel aan hem over. En op het moment van, dat hij wist van nee, nu ga ik dood, zijn al zijn maskers afgevallen en hij heeft zijn koninklijk gewaad afgedaan. Hij heeft zoveel angst gekregen en door die angst, door het besef van nu moet ik iets doen, heeft hij zich overgegeven. En het moment als iemand zich overgeeft aan een echte kshatriya, dan zal hij dus beschermd worden. En in dit geval zie je ook dat Kali een shudra was, want een echte kshatriya zal zich nooit overgeven. Hè, zal nooit zeggen van oké, ik geef me over. Hij zal voor zijn idealen opkomen en desnoods het leven laten. Een quizje weer eens een keer. Noem één reden waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Wat zijn de vier poten van dharma? Welke poot is nog niet vernietigd? En wat zijn de vier regulerende principes? Als je het niet helemaal weet, is niet erg, maar het is goed om erover na te denken. Goed, wat zijn de antwoorden? Noem één reden waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Dus je kan één van deze redenen hebben gekozen. Ligt aan Krishna's oordeel om te groeien naar volledige overgave. Of door besmetting van de materiële natuur denken we dat dingen slecht zijn. Wat zijn de vier poten? Waarheid, lievendheid, reinheid, mededogen en verzaking. Welke poot is nog niet vernietigd? Waarheid, lievendheid. Wat zijn de vier regulerende principes? Geen ongeoorloofde seks, geen godspelen, geen intoxicaties en vegetarisch dieet. Dankjewel hoor voor jullie deelname. Er komt nog één laatste quiz, maar dat is op het eind. We komen in de laatste fase. Marcel. 30. Bevoegd als hij was om iemands overgave te accepteren, zag Maharaj Pariksit, die het waard is om door de geschiedenis heen bezongen te worden, en vanaf de armen zich op hem verlatende en gevallen Kali te doden. Hij zond hem een mededogende glimlach toe, want hij was de armen welgezind. De koning sprak als volgt: we hebben de roem van Arjuna geërfd. Daarom hoef je, nu je je met gevouwen handen aan ons overgeeft, niet voor je leven te vrezen. Maar je kunt niet in mijn koninkrijk blijven, want je bent de vriend van het goddeloze. Ja, dus hier gaat het centraal om mededogen. Dus wat ik eerder ook zei, een kshatriya dood, geen ongewapende of iemand die zich heeft overgegeven, want de natuur van een kshatriya is beschermen. En als iemand niet gewapend is of zich heeft overgegeven, dan is hij stelt hij geen gevaar voor, dus dan is de natuurlijke reactie is beschermen. En bij overgave dus moet mededogen dan mee in het spel komen. En door zich over te geven heeft Kali zich zijn eigen leven gered eigenlijk. Maar Kali wordt toch verbannen. 32. Als Kali in eigen persoon de goddeloosheid verlof krijgt om als mensgod of hoofd der uitvoerende macht op te treden, zullen de blijken van goddeloosheid zoals hebzucht, oneerlijkheid, roof, onbeschoftheid, verraad, ongeluk, bedrog, ruzie en ijdelheid beslist wedertieren. Ja, dus dit is een opsomming van de karaktertrekken van Kali. Maar goed, ik denk dat we ze heel goed kennen.
Ik ga er niet dieper op in, want daardoor verlies ik ook mijn eigen meditatie. Om positieve en goede dingen centraal te houden in mijn leven. Dus ja, we kennen die dingen wel. We hechten er niet te veel belang bij, maar we herkennen ze wel. We proberen dat vanuit ons eigen handelingen weg te werken. Maar het is belangrijk om te kennen waar Kali zich manifesteert. 33. Derhalve, o vriend der goddeloosheid, mag je niet verblijven waar deskundigen in waarheid en volgens de religieuze beginselen offers brengen aan de allerhoogste goddelijke persoonlijkheid. Ja, nou, Kali wordt hier als vriend van irreligie genoemd. Hè? Hij is aan de zijde van irreligie. Religie wordt gekenmerkt door boetedoeningen die bedoeld zijn om Krishna te plezieren. En voor dit tijdperk is de enige boetedoening die gedaan kan worden op de juiste manier, is niet zozeer allerlei tapasya's doen en pelgrimstochten en grote yagyas of wat dan ook. De enige boetedoening die universeel geldt is de Sankirtan Yagya. En de Sankirtan Yagya, wat is dat? Is gezamenlijk bezingen van de heilige namen van God. En dat kan een ieder doen zonder enige kwalificaties, zonder enige. Je kan zelfs als je niet kan spreken, kan je het zelfs in je hoofd doen. Dus dit is de enige boetedoening die genoeg kracht heeft om ons te verhelpen van irreligie naar religie. En het moment als we komen op het niveau van religie, en wat houdt die religie in? Dat is vertrouwen hebben in de woorden van Krishna. Vertrouwen hebben in zijn woorden dat hij aangeeft in de Bhagavad Gita. He, Arjun, als je dit doet, dan ben ik je gunstig gezien. Als je dat doet, he, noem maar op. Jullie hebben de Bhagavad Gita ook meegevolgd, alle lezingen. Lees het nog eens een keer goed na. Wat wordt bedoeld met religie? Religie is niet zozeer het ceremoniële, als wel het beseffen, het interneren, het integreren van waardes, van gedragingen in je natuur. Dus de Sankirtan Yagya is de enige manier om boetedoening te doen in dit tijdperk. Zoals je in de Bhagavad Gita hebt gezien, zijn er verschillende gradaties van mensen. Niet iedereen is verheven en in de mode van goodness en noem maar op. We zijn allemaal in verschillende en soms zijn we in goedheid, soms vallen we terug, soms noem maar op. En op basis van die waar we zijn, zijn er behoeften, zijn er opties, kanalen om onszelf te uiten, maar ook om onszelf tot betere kennis te laten komen. Een van die kanalen is als je op de lagere energieën bent, gokhuizen, bordelen enzovoorts. Het moet er zijn, want daar kan je dus bepaalde energieën uiten, uit je systeem hebben. Want uiten, het woord uiten is uit je lichaam halen. Waardoor je ruimte maakt om andere lessen tot je te nemen. Dus het is heel belangrijk dat die faciliteiten gecreëerd worden. En Krishna is super slim, want hij ziet iedereen op een gelijkwaardige niveau. En het is voor hem ontzettend belangrijk dat die mensen, hè, die in de lagere energieën zijn, dat die niet achterwege blijven. Dat die ook dezelfde faciliteiten krijgen. Dus die zullen niet direct aangetrokken worden tot het Bhagavatam. Ik denk een van de vragen een poosje geleden was, waarom wordt er in de geschriften gezegd dat je vlees mag eten? En dat klopt ook. Er zijn geschriften die geschikt zijn voor mensen die denken volgens de lagere energieën. Je kan ze niet bereiken door te zeggen van volg een vegetarisch dieet, noem maar op. Want hun smaak staat er niet naar. Je gaat alleen maar tegenstand krijgen. Maar Krishna wil ze mee hebben en zegt van oké, doe het dan eens per maand. Of eet dan eens per week vlees of eens per maand of wat dan ook. Dus het is een graduele groei. Alles wat organisch groeit, is gekenmerkt door duurzaamheid. Alles wat in één keer moet gaan, is altijd tijdelijk. En het heeft geen standvastigheid. En Krishna-bewustzijn is gebaseerd op liefde. En liefde is iets wat groeit.
Liefde is gekenmerkt door respect, door wederzijds respect. En Krishna heeft dat respect voor ons. Als alle andere mensen geen respect voor je hebben, dan weet dat Krishna wel respect voor je heeft. Weet dat Krishna altijd van jou houdt. Maakt niet uit of je nou in die bordeel gaat, of in die slachthuis gaat, of wat dan ook. Hij houdt altijd van jou. Onvoorwaardelijk. 34. Hoewel bij offerplechtigheden soms een halfgod vereerd wordt, is het toch bij alle dat de opperheer, de persoonlijkheid Gods, wordt vereerd, omdat hij de superziel van iedereen is en zowel binnen als buiten bestaat, zoals de eter. Zo is alleen hij het die de offeraar alle welzijn verleent. Ongeacht wie aanbeden wordt, hè, alle zegens worden toegekend door Sri Krishna. Of we nou Indra aanbidden, of we nou, noem maar op, wie we ook aanbidden, wat we ook aanbidden, alle zegens worden toegekend door Heer Sri Krishna. En hij weet precies welke zegens we wanneer nodig hebben, in welke vorm, met welke medespelers. Want hij zit in je hart, hij weet precies, hè, we hebben dat eerder genoemd, die twee vogels. Hij weet precies wat je nu nodig hebt en wat je later nodig zal hebben. En wanneer, noem maar op. Dus hij is degene die jou meer kent dan jij zelf. 35. Sri Sutta Goswami zei: aldus door Maharaj Pariksit bevolen, begon Kali in eigen persoon te sidderen van angst. Hem voor zich ziende als Yamaraja, gereed om hem te doden, richtte Kali als volgt het woord tot de koning. Ja, dus hier zegt Sutta Goswami eigenlijk wat er gebeurt. En je ziet dat, in de purport zegt Prabhupada ook, dat Kali is in grote angst. En dat is een van de gevolgen van de irreligie. Angst. En dat wordt de natuur, de tweede natuur, de eerste natuur van ons mensen. He? We zijn in angst. En hij ziet Maharaj Pariksit als de dood zelf. He? Maharaj Pariksit, die de beschermer heel erg geliefd was, ziet hij als een gevaar. Dus wij zien overal gevaar. Wij kunnen niet anders, want we worden gevangen door die angst. Maharaj Pariksit is daarom het bewijs dat hij zelfs Kali, die eigenlijk de verpersoonlijking is van irreligie, dat hij Kali laat beven, bewijst dat hoe geweldig veel kracht hij heeft. Kracht niet zozeer als in kracht van de armen, maar wel spirituele kracht. Zoveel vertrouwen heeft hij in Krishna. Zoveel vertrouwen heeft hij in de woorden van Krishna, de beloftes van Krishna, dat hij weet van nee, deze man die mag hier niet blijven. Dit is fout, daar ga ik tegen optreden. 36. Kali in eigen persoon zei: uwe majesteit, ook al mag ik op uw bevel her en der verblijven, waar ik ook kijk, zal ik niets anders zien dan uw boog en pijlen. O eerste onder de beschermers der religie, bepaal daarom alsjeblieft een plek waar ik voortdurend verblijven kan onder bescherming van uw regering. Ja, en dat is dus Kali's verzoek geweest. Hè? Al waar hij gaat, hij is bang. Want hij ziet overal Pariksit met pijlen en boog. Niet zozeer dat Pariksit zoveel gedaantes heeft, maar in al zijn onderdanen ziet hij het gemoed van Pariksit. En vandaar dat hij zegt, nou in jouw koninkrijk is er geen plaats meer voor mij. Want hij ziet zijn karakter, zijn gemoed overal weerspiegeld. Sutta Goswami zei: aldus door Kali in eigen persoon gesmeekt, verleende Maharaj Pariksit hem toestemming daar te verblijven waar gokken, drinken, prostitutie en het doden van dieren plaatsvinden. Ja, dus dat zijn de vier verblijfplaatsen die hij toegewezen krijgt. De gokhuizen, de bars, zeg maar, bordelen en slachthuizen. Prabhupada gaat hier in de betekenisverklaring naar pravrittis en nivrittis. Pravrittis, dat zijn materialisten, hè? Die mensen die zich vereenzelvigen met de materiële natuur en zichzelf loszien van Krishna. En de nivrittis, die verbinden zich juist met Krishna's energie en ze zijn dan gevrijwaard van die materiële gebondenheid. Ook de geschriften geven instructies. Prabhupada is heel erg sterk in zijn instructies. Hoe we kunnen groeien naar een
een meer goede natuur, de natuurgoedheid, Satogun. En hij adviseert dus 2 dagen in de maand verplicht vasten. Hè? Dat doen we ook dus met de Ekadashi vasten. Huwelijk op jonge leeftijd voor de mannen 24, voor de meisjes 16. Donaties, 50% van het vrije inkomen voor cultiveren van de spirituele atmosfeer. En hoe creëer je die spirituele atmosfeer? De karma yoga te doen. Hè, bewust te zijn van je handelingen. Welke karma het zal brengen. Dus dat je de juiste handelingen doet. Volgen van Srimad Bhagavatam lezingen. Het chanten van de heerlijkheden van God. Dienstbaar zijn en wonen in een omgeving die Gods bewustzijn aanwakkert. Dus dat zijn zijn aanbevelingen. 39. Kali deed nog een verzoek en omdat hij er zo om smeekte, stond de koning hem toe te verblijven waar goud is. Want overal waar goud is, zijn ook leugen, bedwelming, wellust, afgunst en vijandschap. Ja. Nou, dat spreekt voor zich. Hè? Dat is de laatste verblijfplaats die Kali heeft. En ook hier zie je, hè, we hebben de 4 principes. De toegewijden hebben 4 principes. En wij proberen ons bewust te zijn van het najagen van geld. Of in dit geval goud wordt het genoemd, maar geld zeg maar. Want we weten dat geld eigenlijk de bron is van al deze 5. He, van valsheid, van intoxicatie, van lust, van afgunst, van vijandigheid. We kennen de hele grote scenario's wel, waar families uit elkaar vallen, alleen maar om erfenis, noem maar op. Dus het is geen sprookje, het is de waarheid. En we moeten onze ogen daar ook niet voor sluiten. 40. Zo werd Kali in eigen persoon volgens aanwijzingen van Maharaj Pariksit, de zoon van Uttara, toegestaan in de 5 orden te verblijven. En die 5 orden die staan dan, ze zijn gekenmerkt door deze activiteiten. Hè? Het slachten van dieren, prostitutie, intoxicatie, valsheid, lust, afgunst, vijandigheid. 41. Daarom behoren degenen die naar steeds meer welzijn verlangen, vooral vorsten, geestelijke en openbare leiders, brahmana's en sannyasis, nooit te maken te krijgen met de 4 bovengenoemde beginselen der goddeloosheid. Ja, dus dat zijn de publieke leiders, de mensen die de samenleving zouden moeten cultiveren. En dat zijn de brahmana's. Hè. En op het moment als de brahmana liegt, dan vernietigt het de status van een brahmana, de rol van een brahmana, want de brahmana wordt gekenmerkt door goedheid. De sannyasi, hè, lust, vernietigt de reinheid van lichaam en geest en spraak. En een sannyasi staat juist centraal voor wijsheid en voorbeeldig gedrag. De koning of de leider van het volk, valse trots en gebruik van intoxicaties vernietigt dus waarheid, lievendheid en mededogen. En op basis van die 2 kenmerken zou een koning of een leider van het volk een goed leider moeten zijn. Maar je ziet, deze voorbeelden zijn overal te vinden helaas. En daarom kunnen we zien dat we heel goed in het kwaliteitperk zijn. 42. Daarop herstelde de koning de verdwenen poten van de verpersoonlijking der religie, de stier, en verbeterde de toestand van de aarde genoegzaam door aanmoedigende activiteiten. Je ziet waar voldoende boetedoening is, hè? En ik heb net die boetedoening genoemd, hè? Sankirtan Yagya, waar er reinheid is, waar er mededogen is, waar er waarheid, lievendheid is. Daar is automatisch de druk op moeder aarde verlicht. He, en zijn de ingangen van Kali, die zijn dan gesloten, die blijft daar weg. En dat is, we hebben niet alleen een plicht naar onszelf toe, maar ook naar onze natuurlijke moeder. En dat is dus moeder aarde, om haar te helpen om kracht te krijgen. Maar anders buiten we haar samen met de anderen uit. Dus vandaar dat Prabhupada heel erg de Varnashram Dharma ook, ja, promoten om te leven in harmonie met de natuur. 43 tot en met 45.
De hoogst fortuinlijke keizer Maharaj Pariksit, wie het koninkrijk Hastinapur werd toevertrouwd door Maharaj Yudhishthir, toen deze zich in het woud wenste terug te trekken, regeert de wereld thans op hoogst geslaagde wijze, aangezien hij verheerlijkt wordt door de daden van de vorsten der Kuru-dynastie. Maharaj Pariksit, de zoon van Abhimanyu, is zo bekwaam dat het dankzij zijn deskundige leiding en bescherming mogelijk is dat u een offer als dit kunt brengen. Ja, en je ziet het, hè? Dus Kali kreeg 5 plaatsen toegewezen, maar toch kon hij niet een geschikte locatie vinden. En we zien in het volgende hoofdstuk waar hij wel terecht komt. Er is ook een belangrijk samenspel nodig tussen de brahmanes en de sannyasis en de mensen om de wijsheden tot ons te nemen. Niet tussen de brahmanes en sannyasis, maar de mensen, de bevolking en de brahmanes of de sannyasis, om de spirituele ontwikkeling tot ons te nemen, maar ook de bescherming door de kshatriyas om materiële ontwikkeling te krijgen in ons leven. Dus als die samenspel er is tussen de mensen, de brahmanas en sannyasis aan de ene kant en de kshatriyas aan de andere kant, dan voelen we ons beschermd, dan voelen we ons verrijkt met juiste kennis en praktische voorbeelden en dan krijg je een verheffing naar hogere natuur van onszelf. En daardoor krijg je dus een vertrouwen, een rust in jezelf om te groeien. Laatste quiz. Welke verblijfplaatsen kreeg Kali toegewezen? Minstens 3. Wat wakkert de volgende neigingen aan bij de mens? Afgunst, valsheid, leugen en oneenigheid. Welke boetedoening is het meest geschikt voor het Kali-tijdperk? Heb ik het te moeilijk gemaakt? Nee, toch? Ik hoop het niet. Nog 1 minuutje. Naar de antwoorden gaan. Dit zijn de verblijfplaatsen die Kali kreeg toegewezen. Goud of geld, slachthuizen, bordelen, bars en gokhuizen. Wat wakker de volgende neigingen aan bij de mens? Goud. En welke boetedoening is het meest geschikt voor het Kali-tijdperk? Sankirtan Yajna. Krishna is zo blij met jullie deelname, dat hij zelf even verschijnt. Even darshan nemen. Riva. Nou, ik vond het zo fijn dat jullie hebben meegedaan. Bedankt, dank je voor jullie waardering ook. En ik hoop de volgende keer jullie weer te ontmoeten hier online of fysiek, wie weet. Dank je wel.